Makes me wanna crawl. Het zag er geweldig gezellig uit en ik wens je nog een fijne voortzetting van de bijeenkomst. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij nou een beetje passie van fietsen en jouw topsportmentaliteit, hoe jij die bent vertalen naar jouw levenswerk, jouw maatschappelijke betrokkenheid en jouw missie. Ik ben jarenlang ben ik de balans in mijn hele tijd geweest. En op het moment dat je de balans weer terugvindt in je leven, dan sta je veel sterker in het leven. Heel leuk, heel spontaan en ja, ik denk ook wel dat het thema is iets wat ons als bedrijf ook echt bezighoudt. Ja, dat sport, bewegen en vitaliteit, ja, dat gaat natuurlijk samen. Nou, ik denk dat wij als bedrijf nog meer zouden kunnen investeren in de vitaliteit van onze medewerkers. En dat willen we ook wel, maar dat is gewoon lastig om daar altijd een draagvlak voor te krijgen. En ik hoop dat men daar met zo'n module om het aan te tonen, het rendement aan te tonen, dat ons echt wel op de weg zou helpen. Toch wel de presentatie van Leontien van Morsel. Met name ook om het mentale vlak. Want dat miste ik eigenlijk een beetje in de inleiding. Kijpen die kwam al wel met die intrinsieke motivatie. En dat kwam gelukkig aan het einde heel mooi aan de orde. Nou, vooral het verhaal van Laura, wat die vertelde. Dat vond ik wel herkenbaar voor mij en voor ons. En welk onderdeel bedoel je? Nee, dat is een stukje voor zijn management. Leerzaam in die zin van of herkenbaar, dat doen wij dus ook. En dat is mooi om dat dan terug te zien dat de Friesland dat ook... Een soort van bevestiging. Ja.